De eerste die van hun twee mijn portemonnee afpakt, wint 1000 euro. 3. Nope. Hey. Hopelijk houdt de bodyguard ze lang genoeg tegen. Rennen. Er staat een knop midden in België. Als ik daarop druk, krijgen zij niks en hou ik de 1000 euro. Ik ga deze deur nu dicht doen. Dan moeten ze helemaal om het gebouw heen lopen. Nee. Ik heb voor hun twee auto's geregeld en voor mij deze gele schoolbus. Erin. Ze kunnen door deze trekker elk moment zien waar ik ben. Nee, daar gaat hij. Daar zijn ze. Nee. We zijn echt net op tijd weggekomen. Go. Als ze me nu al pakken, ben ik meteen 1000 euro kwijt. Ik ben uitgedaagd om Milka mijn Max-moment te beleven. Dat is een groot avontuur of uitdaging dat past bij deze grote Max-repen. Ik ga mijn Max-moment beleven door te ontsnappen van Steven en Floris op zoveel mogelijk zieke manieren. Uiteindelijk ga ik afzijden van een 50 meter klif en dat is mijn echte Max-moment dat ik het altijd al heb willen doen. Misschien kunnen we nog wel inhalen, want die bus die rijdt best wel sloom. Daar is hij! Oh, wat, daar is Steven al, hoe kan dit? Oké, om er zeker van te zijn dat ik het afzeilen ga halen, heb ik een boot geregeld, een helikopter en een heel fort afgehuurd. Zo weet ik zeker dat ik mijn Max-moment ga behalen. Maar dan moet ik nou eerst Steven wel kwijtraken. Hier naar rechts. Hé, voor de afslag! Nee! Ze kunnen niet meer in. Dan moeten ze helemaal omrijden. Ah, bro, dit gaat echt niet goed. We zijn nu bij het fort. Ik heb gewoon het hele fort afgehuurd. Kijk hoe groot dit is. Dit is de enige ingang naar het fort. Hier kan ik wel wat leuks mee. Kom op. Hier staat een box en zo gaan ze denken dat ik in deze kamer ben. Nu lijkt het alsof ik hier ben, maar ik ben hier. Go. Wij gaan nu naar de kelder toe. Vanaf hier kan ik het hele fort zien. Ik weet precies wanneer ze aan gaan komen. Doordat de locatie aangeeft dat ik hier ben, denken zij dat ik in de kamer hierboven zit. Maar ze hebben geen idee dat er nog een kelder is. Als ze er zijn, dan is dit onze uitgang. Oh, hij moet hier ergens zijn. Oh ja, dat is de auto van Floris. Waar is hij? Floris is dus als eerste aangekomen. Waar is hij hier? Wat de... Huh? Ik hoor iets. Nee, die schoolbus! Rennen! Oh, hond! Ik denk dat we hier naar binnen moeten. Steven is er ook! Sst. Kom de portemonnee maar halen. Probeer de deur open te maken. Ja. Hij zit hierachter! We gaan snel weg. Zieke geheime uitgang. Ja, hij is hier niet. Ze zijn hier nou gewoon binnen volgens mij. Go. Hallo? Pak jij die. Ja. Hier is niks. Er is niks! Let's go! Oh nee, de portemonnee! Ik ga gewoon dit ding dichtmaken met een kettingslot. Oh, kom op! Ja, daar zijn ze! Sleutel! Nee! Zoek de betonschaar maar! Later! Zoek de betonschaar maar? Betonschaar? Oh! Ik moet dit doorhakken. Nee! Snel weer naar de bus! Ja! Oké, we kunnen weer rijden, let's go! Voordat zij het slot open hebben, ben ik al een heel stuk verder. Oh, daar ligt hij, ligt. Waar? Ja. Oké. Laat los, hè! Ja! Shit! Let's go! Een Milka-reep, alsjeblieft. Dankjewel. Smakelijk. Bedankt, hè. Doei. Die bus ging toch niet zo heel snel als dat ik verwacht had. Dus er staat een nieuwe auto klaar in deze parkeergarage. Het enige wat ik weet is dat die auto weer helemaal boven staat. Oh, wie heeft het bedacht om die auto maar boven te zetten, man? Waar moet je heen? Naar de Biesbos. Okay. Er ligt een bootje klaar. Let's go. We zijn nu gewoon geswitcht van de schoolbus naar een racerover. Dus deze gaat iets sneller dan die schoolbus. Hij rijdt weg uit de parkeergarage, dus we kunnen hem nu gewoon weer gaan achtervolgen. Oké, we zijn er bijna. De boten liggen al klaar. Let's go. Hier, Milka reep. Oh, thanks. Yo, doei. Rennen. Ah! Losmaken. Daar is hij! We moeten het water op! Kom eens aan. Moeten we de roeiboot houden? Ik heb nog nooit gepaddeld. Ik wel. Kan maar lekker roeien, ja! Sukkels! Ik ga snel. Hoe werkt dit? Wij zijn veel sneller in deze motorboot. Doei! Ik ben nu onderweg naar een eiland waar een dubbelganger klaar staat voor mij. Ik weet echt niet waar ik naartoe vaar. Ik loop voor op jou! Dat is voor mij! Oké, we zijn bijna bij het eiland, dus zometeen gaan ze er echt niks meer van begrijpen. Oké, als het goed is kunnen we hier aanmeren. Oké, we zijn er. Kom, let's go. Ik ga me verstoppen hier in de bosjes totdat Steven en Floris aankomen. Net voordat ze aankomen stuur ik Sam 2 de andere kant op zodat ze denken dat ik wegren. Nee, doe normaal. Oh, hij heeft ook zijn Yeezys aan. Wij gingen hierheen. Rennen vast. Lijkt oprecht alsof ik daar ren. Daar heb je. Waar is hij? Oh shit. Stel. Ik ga een boot leeg laten lopen. Ik ben echt een klootzak. Ik ben erg. Huh? Dat is geen Sam. Zeg, night. Daar zijn ze. Daar vaart hij. Daar gaan ze. Pomp maar op. Later! Dan moet ze heel die boot gaan opom. Op deze manier blijft hij nog steeds oplopen. We hebben de pomp achtergelaten. En op zo weer voor nu, gast. Ik heb nu echt zo'n grote voorsprong op hun, dat is niet normaal. Oké, de auto staat hier achter klaar. Ga ik nou snel heen. Oh, dit is echt heel zwaar. Ik ga gewoon. Ja. Ik zie je aan de overkant, hè. Ik heb nu een nieuwe auto geregeld en snel door. Rijden! Doordat ik een boot heb leeg laten lopen, hoop ik mijn voorsprong uit te breiden. En nu weer door, Sam is al best ver. We gaan nu naar een helikopter die daar helemaal klaar staat voor mij. Ik moet het gewoon redden tot het afzeilen van de klif, want dat lijkt me echt heel sick om een keer in mijn leven gedaan te hebben. Hey Sam, ik zal even tanken. Godverdomme. Zijn voorsprong is nu echt helemaal verpest. Hij had onze boot echt niet leeg om laten lopen, die klootzak. Oké, de heli staat er klaar. We moeten echt opschieten, als Steven en Floris zullen niet ver zijn. Wacht! Ik zie letterlijk een haas staan. Letterlijk, bro. Kijk dit!
Nee joh! Nee! Nee Lien! Maar dat is volgens, dat is volgens! Nee. Doei! Wat is zij, dat zijn ze! Die hebben het hier ook! Nee! 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 We kunnen ze met nooit meer pakken! Doei! Ah. Hoe heeft hij dit geregeld? Daar gaat hij! Nee! Daar staat hij! Daar, auto, let's go! Hij vliegt echt paupersnel en je ziet hem haast niet meer. Hoe ziek dat ik gewoon ontsnap van Floris en Steven in een heli. Die gaan we echt nooit kunnen pakken. En we vliegen nu helemaal naar een ander vliegveld toe, waar nog iets heel zieks klaar staat. Die 1000 euro blijft zeker wel van mij. Hij heeft een enorme voorsprong opgebouwd. Oké, we zijn geland op dit vliegveld en hier staat een privé vliegtuigje klaar die ons verder gaat brengen naar de knop. Holy shit, dit was ziek. Het vliegtuig gaat pas over een uur omdat hij nog getankt moet worden. Ja, het zit niet altijd mee. Sam is geland op een vliegveld, dus ik ga proberen om hem gewoon te ontscheppen als hij daar wegrijdt. Oké, hier is een wc. Dan ga ik hier gewoon zitten, want dat is een heel groot risico dat ik kom. Oké, Maastricht Airport, let's go! Dat is echt een eind, hè? De tank is nog steeds niet vol. Heel die voorsprong die we net opgehouden hebben, is weer helemaal weg. Kut. Mijn portemonnee. Ligt nog in de heli. Kut. Ja, dat moet ik halen. Als een van de nieren rondloopt, dan hebben ze me sowieso, hè? Fuck it, snel. Jongens, we zijn er bijna. Gelukkig staat de heli er nog, als was hij gewoon weg geweest. Ja, ja. Hij ligt er nog. Oké, nou snel terug. Ik laat gewoon een portemonnee met 1000 euro in een helikopter liggen. Als het ding weg was gevlogen, was ik hem kwijt geweest. Ja, dit is best wel even een dingetje. Hij is hier ergens. Ja. We kunnen hier naar boven. We gaan gewoon proberen. Het vliegtuigje staat klaar volgens mij. Hier een balkon. Nee joh! Hey! Hey! Daar zijn ze, daar zijn ze. Stap snel in. Kut zo, er is weer een vliegtuig. Zo. Daar gaan we gewoon weer vliegen. Ik zie hem zitten, hè. Dat is een lelijke kop. Ik ga maar naar voren. Kijk, we zoeken hem uit. We zijn weer echt net weggekomen van Steven en Floris. Het scheelde weer helemaal niks. Eerst een heli geregeld en nu een vliegtuig. Let's go, okay, we gaan rennen, want hij is letterlijk net opgestegen. Oké, we vliegen nu eindelijk de grens over naar België. Weer een stapje dichter bij de knop. Mark. Wil jij alsjeblieft 10 minuten stil blijven staan? Dit heb ik even meegenomen voor jou. Tijd start nu. Stop, dankjewel. Oké, okay, go. We zitten gewoon in het privé vliegtuigje. Hoe kan dit? Ik snap niet hoe ik het allemaal geregeld heb. Wat zei je? Duur, hè? Ja, hoe moet ik dat doen? What the fuck? Die heb jij! Sleutels aan jou gegeven. Die heb jij! Je maakt echt een grap. Mijn sleutels! Ik ben mijn sleutels kwijt. Bedankt voor die 50 euro, hè. Rij. Nu gaan we echt ver voorlopen op Steven. Oh, de sleutels liggen waarschijnlijk nog binnen op tafel. Met de auto is het gewoon 30 minuten rijden, maar wij vliegen er binnen 10 minuutjes. Onze voorsprong wordt echt heel groot nu. Als het goed is staat er meteen weer een auto voor me klaar, waardoor ik meteen weer verder kan. Het enige vliegveld wat in de buurt zit is vliegveld Zwartberg. Ik gok gewoon dat het daar is, dat zal het toch zijn. Ik zie de auto al klaar staan, dan kunnen we meteen weer door. Hoppa. Heb je ze? Bro, let's go. Nu moeten we echt gas gaan geven. Als hij elke keer een vliegtuig blijft pakken, kan ik hem echt nooit inhalen. Milka Reep voor de piloot. Dankjewel. Ja, bedankt voor het veilig landen. Graag gedaan. Ja. We lopen echt een achterstand op nu, hè. Om er zeker van te zijn dat ik bij het afzeilen kom, heb ik deze kijker hierheen laten komen. Hier is hier mijn trekker. Ik ga ervoor zorgen dat Steven of Floris jou heel veel geld gaat geven. Want jij bent de enige die weet waar ik heen ga. Als ze jou genoeg geld bieden, mag je zeggen waar ik heen ga. Yes. Oh lul, ze zijn er! Ze komen dat net aanrijden, we moeten heel snel weg! En ze denken nou natuurlijk dat de trekker daar is bij Ruben, maar holy shit! Ze hebben ons gewoon zien wegrijden. Letterlijk, hij is hier! Hé, hey, heb jij iemand gezien met blonde krullen? Ik heb het gevoel dat jij Jij hoort bij Sam, toch? Yes, sir. Nu mijn trekker bij Ruben blijft, hebben ze geen idee meer waar ik heen ga. Dus moeten ze hem geld gaan geven om achter de informatie te komen. Wil je hier nou ook staan, zorg dat je geabonneerd bent. Maar weet jij oprecht waar hij is of niet? Ik weet niet. Als je me nu het adres geeft, krijg jij van mij 50 euro van de winst. 50. Nu hopen dat Ruben er lekker lang over doet om hun de informatie te geven. Dan hebben wij wat speling om naar het afzeilen te gaan. Oh, dit is spannend, gek. Ik kan jou 100 euro nu al betalen. En als ik win, krijg jij nog 100. Moet je wel vertellen waar die is. Ja. Dankjewel, fijn zaken te doen. Ik snap er helemaal niks van, hè. Jij moet achter het adres zien te komen. Hij is de enige die het weet, kan ik jou vertellen. Als jij wint, wil ik sowieso die chocolade erin. Die krijg je sowieso. En 45%. Oké, deal. Die krijg je nu. Top! En zo doen we dat. We zijn nu in de Ardennen en ik ga zo meteen van een klif afzeilen. En daarna ben ik al heel dicht bij de rode knop. Deze is voor mij. Ik weet nu alleen het adres waar die heen gaat, maar ik heb geen idee wat hij daar gaat doen. Je moet echt op gaan zitten, want waarschijnlijk kunnen Steven en Floris hier elk moment aankomen. En die moet heel snel op die knop gaan drukken. Oké, we zijn aangekomen. Ja. We zijn hier ook. Waar is hij? Hier naar boven. Ja, nee. Dit is mijn enige weg om bij de knop te komen. Daar staat hij! Kom me halen! Ik kom eraan! En dus krijg je niet. Houdoe! Hij loopt echt flink voor met dit ding. Godverdomme. Steven en Floris moeten dit helemaal gaan doen. En zometeen ga ik ook nog van de berg af abseilen. Ik hoor hem praten. Ik had nooit verwacht dat ik dit ooit zou gaan doen. Hij komt eraan! Kom eraan! Nee! Oh. Je krijgt hem echt niet, maar kijk dan. Hij vallen! Ik ben eerder dan jij, maat. Kom eraan! 1000 euro is voor mij! Zo, dat is klein. Jezus Christus. Oh mijn god. Je hangt. Kom nou gewoon uit een berg van 50 meter. Floris, ik kom eraan! Pas je niet erheen? Hou je mond! Dankzij Milka kunnen we dit doen, is echt heel ziek. Er komen echt dromen uit op deze manier. Dit is toch best hoog. Hier 100 meter verderop staat mijn laatste auto klaar. Als ik die haal, dan kom ik heel dicht bij de knop. Dus als voor die tijd Steven of Floris mij niet gepakt heeft, heb ik gewonnen. En zij niet. Kom maar met die portemonnee. Ik ben er bijna. Hey, blijf hier. Oh, daar komt Steven aan. Stop, ik kom eraan. Ik ga even erin. Oh.
Wat? Ik padel op. Wow, dit is snel. Wow. In, haal hem in, haal hem in. Kom in. De auto, de auto, de auto, de auto. Oh, nee. Hij heeft de 1000 euro gewonnen. Dankzij Milka hebben we het maximale eruit kunnen halen. We hebben allemaal ons maximum behaald en al deze extreem zieke dingen gedaan dankzij Milka, zoals het abseilen. Jij kan zelf ook een uniek moment beleven bij de Grand Prix in Zandvoort, want Milka geeft VIP-tickets weg. Via de link in de beschrijving vind je meer informatie over hoe je mee kan doen. Like, abonneer, tot volgende keer. Houdoe! Houdoe!